daar was ik wel bang voor. Ging het ook weer voor wat toe? Zo lang geleden, weet je nog toen op het strand? We liepen samen langs de zee, daar pakte jij ineens mijn hand. Nu is het de tijd voor warme chocola en erwtensoep. Buiten staat de sneeuwman die... Ja, ja. Nou, dat heb jij gezegd. Dat weet ik niet. Ik ben blij dat jullie met alle getallen gekomen zijn. Van wie is er eigenlijk heel lang al bij de KBO? En toen kwamen we eigenlijk in het archief terecht en toen zagen we dat we dus inderdaad dit jaar 40 jaar bestonden. Ik heb hier een verhaal wat ze toen geschreven hebben, misschien is het wel mooi om dit te horen. Er staat op 6 januari 1982 een eigen afdeling Molenhoek is opgericht en de voorzitter, de heer Merkes, deze vergadering overnam. De contributie is toen vastgesteld op 15 gulden per persoon. De opzet is om 's middags om de 14 dagen in de shows te wieken om 2 uur bijeen te komen. Of een kaartje te leggen, te biljarten of u een andere bezig te houden. Om een volksdansgroep samen te stellen. Of dat ooit gelukt is, ik zou het niet weten. Jawel. Plannen voor een daktocht. De heer Merkes, de heer A. Breuring, W. Postulaart, P. Weren, mevrouw Vaassen, pastoor van Velzen. En de bankrekeningnummer 13-166-1507. Het bijwonen van een lezing met Diaz door de heer Leuman, dierenarts te Wiegen. Op weg naar de 100ste lid. Nou, leuk om dat daar 40 jaar terug te vinden in het archief. Langs er ons bij was Jos Oude Arnekoop en Chrisje en Jood Groot. Als langste genoteerd staan. Dus, en daarom is het zo fijn, Jos, dat je erbij bent. De tijd vliegt voorbij. Ja, we vinden het hartstikke fijn dat jullie allemaal er zijn. Wij, toen hadden ze 50 leden, wij hebben er 157. Wat jullie krijgen, dat hoor je nog wel. We beginnen in ieder geval met soep. Door André. Dus, gaan we daar beginnen. Met een wijntje in de hand of met een glaasje bier. Ja, wat een feest staan, dat geeft ons weer plezier. Dat 40 jaar geleden, de oudere bond er was gestart, de vele deden mee. Wat een feest, met z'n allen hier. Een 40-jarige bestaan, allemaal. Proost! Op jullie gezondheid, op hele fijne kerstdagen en een hele fijne middag vanmiddag. Geniet ervan! Proost! De koffie is gratis, het eten is gratis, de alcohol met de drank, helaas moet je dat wel zelf betalen. We gaan nu een zoekkop ophalen en dan gaan we weer lekker weg. Een kaassoesje en een handsoesje en een croissantje knapworst. Dan zijn er schalen met worstenbroodjes, een sausbroodje en een kaasbroodje.
te apart dan hier op de Israëliënt en Petrie. Nou, een vraag. Ik wil ook om de pot een klein beetje te spekken. Wil ik jullie vragen of jullie het mee willen doen met de loterij? En 6 voor 5 euro. Het zou fantastisch zijn als jullie ons hiermee willen sturen. KBO, wij gaan hier samen leven. Jij al 40 jaar bestaat, dat dit ons is gegeven. Drankje in de hand, na 40 jaar, 50 jaar. En dan gaan we even opruimen, ondertussen kunnen wij loten verkopen. Jullie hebben de buik vol. 548. 539. 560 blauw. 526 blauw. 455. 489 geel, achter in de hoek. 486. Maar daar weer. Ik kom binnen, uitverkocht huis. Geen plekje open. Vooraan toneel met een dressoir, met een kaars erop. Achterin een groot koor met orkest. Stel je voorvader, begint met daar een voorstelling. En gaat er een kieken over een adres en een nieuwe plekje instort. Maar nou doen hè, geen adres. We deden een piekje. Ja, die oma grijpt opnieuw naar de nieuwe boel. Toen is ze helemaal verward geworden. En dan heeft hij de rode jurk uitgetrokken. Zijn daar vier grote knullen opgestaan. Toen hebben die een stok en aan de andere kant een zakje eraan. Toen de grootste tenten bij elkaar hadden, was de voorstelling afgelopen, vader. Toen is je in de oom en mevrouw pleiten met zijn petje. Jullie bedanken voor het komen en ook bedanken voor het gaan. Dus hele fijne kerstdagen voor diegenen die vertrekken en maak er een mooi nieuw jaar van. En voor de verre rest, we gaan hier nog lekker door. En dan een rondje bestellen. Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes.